oude MRI-scan in Gelre ziekenhuis vervangen voor een gloednieuwe. Dierenasiel De Kuipershoek zit overvol met kittens. Charles Tambour stopt na 20 jaar met frietbakken. En proefconcert NJO Muziekzomer bij Nawijk en Polak. Het nieuws van de afgelopen week. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits Weekoverzicht. Vanmorgen werd er in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn met groot materieel de oude MRI-scan weggetakeld om plaats te maken voor een gloednieuwe. De oude MRI-scan was na 15 jaar aan vervanging toe. In het Gelre ziekenhuis Apeldoorn werkt men al jarenlang met de MRI-scan. We hebben 20 jaar een MRI in dit ziekenhuis staan. 20 jaar geleden deden we, daartoe begonnen, een paar honderd patiënten per jaar. Nu doen we 10.000 patiënten per jaar. En daarvoor hebben we 2 MRI-scanners nodig. Het gebied van de MRI-scanner breidt zich ook steeds meer uit. We doen allerlei ingewikkelde onderzoeken, wat vroeger niet kon technisch. Hartonderzoeken, borstkankeronderzoeken, allerlei kankeronderzoeken. Maar ook onderzoeken die niks met kanker te maken hebben. Gewrichten, knieën, schouders, polsen, alles wat je maar kunt bedenken, doen we in de MRI. En u zei een tweede MRI-scanner. Er staat er dus nog één ergens in het ziekenhuis? Ja, zeker. Tegenover de nieuwe MRI, zeg maar, die wordt er zo dadelijk ingetakeld. Als u achter mij kijkt, ziet u waarschijnlijk het gat waar die straks naar binnen gaat. 20 meter verderop staat de andere MRI-scanner. We hadden jarenlang 1 MRI-scanner. En daarbij deden we heel veel patiënten. Waren we ook vaak 's avonds aan het scannen en ook 's zaterdags aan het scannen. En dat was toch onvoldoende. En zeker ook gezien de toeloop en ook gezien de nieuwe technische ontwikkelingen, hadden we die tweede nodig, die hebben we gekocht. En nu hebben we het oude beestje gaan vervangen door ook een moderne scanner. De nieuwe MRI-scan is een stuk comfortabeler dan de oude, doordat de buis om in te liggen ruimer en korter is. De scan maakt betere beelden van het lichaam en scant veel sneller dan zijn voorganger. Doordat er tijdelijk maar 1 MRI-scan beschikbaar is, vraagt dat de nodige aanpassingen in de organisatie. En de scanner die er nu staat, wordt die nu ook niet een soort van overbelast natuurlijk, omdat er nu maar eentje is? Ja, die wordt behoorlijk overbelast. We willen natuurlijk de patiënten niet laten wachten en dat is toch wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben het natuurlijk gedaan in de zomervakantie, zodanig dat de belasting zo min mogelijk is. Nou, desondanks hebben we de schendtijden op de oude scanner uitgebreid. Laboranten die beginnen om 7 uur 's ochtends. En die gaan door tot 10 uur 's avonds. Ja, weliswaar in ploeg, hè. En ook de zaterdag draaien we. En dan hopen we zoveel mogelijk de patiënten op te kunnen vangen. En de wachttijden binnen de perken te houden. Het gaat nog wel even duren voordat de nieuwe MRI-scan in gebruik genomen kan worden. Hoe zijn de voorbereidingen voor het verplaatsen van de MRI-scan gegaan? Gelukkig met het ziekenhuis in goed overleg is het allemaal prima verlopen. En we zijn eigenlijk al 2 maanden, 3 maanden bezig met de voorbereidingen. De OMR is ongeveer een maand geleden al uit het ziekenhuis gehaald. En zoals je gezien hebt, heeft hij in ieder geval een tijdje op de vonden gestaan voor de ruimte. Nu zal er nog een maand zijn voor de inbedrijfstelling en dan nog een applicatie. Dus we zijn nog zeker 1,5 maand nu nog bezig. Ruim 150 kittens zitten momenteel in het dierenasiel of bij gastgezinnen thuis. Dat is een recordaantal waar het dierenasiel De Kuipershoek behoorlijk mee in hun maag zitten. Hoe komt het dat er zoveel kittens zijn? Er zijn natuurlijk heel veel zwerfkatten in onze regio helaas. En die kittens die moederpoezen die krijgen kittens. We hebben natuurlijk van zwerfkatten, verwilderde katten. En die worden dan opgevangen door ons en die komen hier en die gaan naar de gastgezinnen. En hebben jullie wel vaker dat er zoveel kittens zijn? Ja, helaas is het eigenlijk altijd wel een jaarlijks terugkerend probleem. Ja. Zijn er ook heel veel katten die dan achtergelaten worden? Nou, achtergelaten kittens weer niet. Je ziet wel dat er soms kittens gedropt worden helaas. Hè, dat ze ergens in een doos worden gevonden. Maar momenteel worden er wel weer wat volwassen katten gevonden, zeg maar. Om de enorme hoeveelheid kittens toch op te kunnen vangen, wordt er naastig naar gastgezinnen gezocht die deze jonge poesjes wil opvangen en verzorgen. Kittens die wij opvangen, die gaan eigenlijk liefst zo snel mogelijk naar een gastgezin. Want die mensen die tutten er gezellig mee, die voeden ze zich ook netjes op. In huiselijke kring worden ze opgevoed, zodat ze heel veel aandacht krijgen en lekker sociaal worden. En als ze bij zo'n gastgezin zitten, gaan ze dan later weer naar een ander gezin?
Nee, ze blijven gewoon bij het gastgezin. En vanuit het gastgezin worden ze ook geplaatst. We hebben meerdere kittencoördinators. Als mensen geïnteresseerd zijn in een kitten, kunnen ze contact opnemen met een van onze kittencoördinators. De kittencoördinators die geven dan de telefoonnummers door en die kunnen dan, of ja, gaan dan bij de mensen thuis kijken. Willen ze zo'n kitten, dan kan het kitten geplaatst worden. Om één of meerdere kittens op te willen vangen, moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Mensen moeten natuurlijk wel regelmatig thuis zijn. Het liefst een aparte kamer vrij hebben waar ze de kittens eventueel kunnen inplaatsen. Ja, dat is eigenlijk. En een beetje handig zijn met de dieren natuurlijk. En een soort vergoeding voor het opvangen van de kittens, is die ook? Ja, de kittencoördinators die leveren de spullen. Dus ze krijgen een kattenbak, ze krijgen kattenbakkorrels, ze krijgen het voer. De medische kosten worden ook, dat wordt op het asiel gehaald, zeg maar. Dus als er wat bijzonders is, dan gaan ze met het kitten, ze kunnen ze hier naar het asiel toe komen. En kan onze asieldiagnost, die gaat er naar kijken. Op de website overgelder.dierenbescherming.nl kunt u meer informatie lezen over de kittens en gastgezinnen. De snackwagen bij het viaduct naar Beekberg toe krijgt vanaf morgen een nieuwe eigenaar. Charles Tambour houdt het na bijna 20 jaar voor gezien. Waarom stoppen jullie ermee? Nou, na de 20 jaar die we actief in het snackwereldje hebben gedraaid, hebben we toch de gedachte nog gehad van, nou, we moeten nog eens een keer wat anders doen. Anders dan blijven we tot het op het laatste bord blijven we dit werk doen. En ja, en dan wordt er wel ook niet vrolijk van. Dan is het in één keer gebeurd en dan kunnen we achter de geraniums gaan zitten. Dat doen we dus nog niet. Tambour heeft door de jaren heen heel veel vaste klanten opgebouwd. En die komen niet alleen uit Apeldoorn. Wat we hebben aan, dat zijn bijna altijd vaste klanten. Dus die komen uit Beekbergen, Uggelen. Maar we hebben ook vaste klanten, die komen zeg maar aan de andere kant van Arnhem. Die komen gewoon hier patat halen. De gezelligheid en de verse eigen gemaakte friet is het geheim achter het succes van de familie Tambour. Ik woon daar nou in Beekbergen. En elke keer als ik hier langskom, denk ik even naar binnen. 'S Morgens een kopje koffie. En 's middags een balletje raak. Is het balletje raak, neem ik mee naar huis, doe ik nog brood, bij wijze van. Hè? Maar het is altijd echt eigen spul. Hè? Ook die patat die staat er ook op de deur daar. Eigen gemaakt. Fabriekswerk heeft hij niet, nee. Dat is het mooiste ervan, vind ik hoor. En dan met elkaar een beetje praten. 'S middags komen nog een paar van die oude hier, dan zitten we of buiten of hier. Dan nemen we de dingen van de dag een beetje door. Hè? En dan gaan we weer naar huis. Ik kom hier om de patat. Die is erg lekker. En meestal patatje pikkelilli. Stoofvlees had hij ook, maar vandaag niet. En anders speciaal. Geen snacks. En wat is er zo speciaal aan snackwagen, de Tambour? De patat. Vanaf donderdag neemt de nieuwe eigenaar zijn intrek in de snackwagen. Hij was vandaag al aanwezig en hielp daar waar hij kon. Ik kom ook uit die wereld en het heeft me altijd aangetrokken. En dit kwam in één keer op mijn pad en het trekt me zo aan dat ik besloten heb om dit over te nemen. En de vers gemaakte friet blijft natuurlijk hetzelfde nu. Waar komen deze aardappels vandaan? We betrekken de aardappels van één vaste boer, waardoor we weten dat we altijd de vaste kwaliteit hebben. Het komt uit Zeeland, dus van de kleigrond. En het merk soort wat we gebruiken is een bintje. En dat is gewoon qua aardappel voor friet is dit de beste die je kunt hebben. De snackwagen krijgt ook een nieuwe naam. De naam Het Viaduct zal binnenkort op de wagen prijken. John Overbeek gaat niet alleen de zaak bestieren. Het is de bedoeling dat we dat met z'n tweeën gaan doen, dus mijn zoon en ik. Omdat we verse friet bakken iedere dag, is het niet mogelijk om dit alleen te doen. En mijn zoon die ziet het ook helemaal zitten, dus die komt ook later deze dag. En dat gaan we dus met z'n tweeën doen. Charles en zijn vrouw gaan nu eerst uitrusten na jaren patat bakken voor de klanten. We gaan eerst lekker 3 weken op vakantie. Heel ver weg, waar we nog nooit aan toe zijn gekomen. En daarna zijn we nog wel zoekende. We zijn nog wel, het is niet zo heel makkelijk voor iemand die 60 wordt om daar werk in. Maar ik ben altijd chauffeur geweest en ik probeer eigenlijk wel weer het werk te krijgen als chauffeur. Het jaarlijks terugkerende klassiek evenement NJO Muziekzomer startte vandaag weliswaar in Nijmegen. Maar vanmiddag was er bij Nawijn en Polak al een voorproefje te zien en te horen.
Wat is de NJO precies? Het NJO is bekend eigenlijk ooit als Nationaal Jeugdorkest. Zo zijn we ooit begonnen, maar inmiddels zijn we veel meer dan dat. Wij heten de Nederlandse Orkest en Ensemble Academie. En dat betekent dat wij in de zomer onder andere dit hele festival doen, de NJO Muziekzomer. En dat is een symfonieorkest, een kamerorkest, kleinere ensembles zoals vandaag hier in Nawijn en Polak. Een grote opera op Radio Kootwijk. Buitenconcerten, van alles en nog wat doen we eigenlijk. Dus het is inmiddels veel meer dan een min of meer traditioneel symfonieorkest. Dus daarom heet het ook de NJO, Nederlandse Orkest en Ensemble Academie. En jullie treden nog wel op onder naam NJO eigenlijk? Ja, dat doen we omdat het NJO wel een heel bekend merk is eigenlijk. Mensen weten wel wat het is en dat het vooral gaat om jonge muzici. Wij hebben vooral muzici in huis tussen de 17 en 27 ongeveer. Die allemaal studeren aan conservatoria. En in de zomer komen ze uit binnen- en buitenland. Dus dan hebben we mensen van Nederlandse conservatoria. Maar ook uit Europa en zelfs een aantal Aziatische studenten, Amerikaanse studenten. Ze komen overal vandaan. En in de winter, dan hebben we ook een groot project. Dan zijn het alleen Nederlandse conservatoriumstudenten. Wat houdt de muziekzomer precies in? De NJO Muziekzomer is een groot klassieke muziekfestival. Het wordt gehouden in heel provincie Gelderland. Er zijn meer dan 60 concerten verspreid over de hele provincie. We gaan vanavond aftrappen in Nijmegen, dan is de officiële opening. En dat sluiten we, dan sluiten we het festival af op 18 augustus hier in Orpheus met een concert van het Symfonieorkest. En daartussenin zitten dan eigenlijk dus 65 concerten op allerlei plekken. Dat varieert van de kleinere plekken zoals Klein Kerkje in Hoogsoeren, om maar iets te noemen. Op Radio Kootwijk waar we de opera doen en grote concertzalen in Nijmegen en in Apeldoorn en alles daartussenin. Dus het is heel divers. Er zijn kindervoorstellingen, er is groot symfonisch werk, er is opera, dus het is... En we hebben natuurlijk Steve Reich te gast, onze composer in residence dit jaar. Dat is een Amerikaanse componist en hij is dit jaar ruim een week bij ons aanwezig om met studenten aan zijn muziek te werken. Dus dat is ook een van de centrale thema's in het festival. Dus eigenlijk, ja, je merkt het aan, het is heel kort, het is heel moeilijk om kort te zeggen wat het allemaal is. Het is heel erg divers wat er is.